Hola, daar ben ik weer. Donderdag 11 oktober. En zoals je hoort, hoop gekraak. Ik heb even boodschap gedaan. Dit is de 10e melanoommonoloog. En voorlopig ook de laatste, want de uitslag is binnen van het weefsel wat is weggehaald. Dat wil zeggen van de lymfeklieren. En het is geweldig nieuws, want ze hebben niks nieuws gezien. Niks anders dan dat ze op de PET-scan al zagen. Dus dat betekent dat er één lymfeklier besmet was. Dus ik heb nog gevraagd van, ga je die andere dan weer terugzetten? Dat schijnt dan niet te kunnen. Je kan wel naar de maan, maar je kan niet je eigen lymfeklieren terugkrijgen. Was een grapje natuurlijk, snap ik ook wel. Maar dit is, het is echt fantastisch nieuws. Dus vond ik een goede reden om 10 uur aan de champagne te zitten met haar. En nu hoef ik echt voorlopig niet meer naar het ziekenhuis. En daar ben ik echt heel erg blij om. En de stand is nu dat ik dus geen kanker meer in mijn lijf heb. Dat ik elke 3 maanden op controle moet en over een jaar weer door een PET-scan. En niks aan het handje. Ik ben ook nu met mijn kapotte arm aan het vloggen. Want dat kan ik gewoon weer. Nog een weekje de kinderen niet optillen. En dan kan alles tot rust komen. En volgende week woensdag ga ik voor het eerst weer rennen. Daar heb ik super zin in. Vind het ook best wel spannend. En nu gewoon weer door. Dus als je dit kijkt en je bent een lotgenoot. Ja, dan wens ik je gewoon heel veel succes, heel veel sterkte. En het kan dus ook gewoon prima aflopen. En al best wel snel. Hè? En heb je vragen? Ja, weet je, contact me gerust. Hè? Laat hieronder een berichtje achter op Facebook of hier op YouTube. Ja, ik zal ook nog eventjes de linkjes erbij zetten. En voor nu allemaal hartstikke bedankt dat jullie me hebben gevolgd. En ja, hè, maak er wat van. Heb het goed, zoals ik altijd zeg. En bedankt. Bedankt voor alle support, bedankt voor alle steun. Bedankt voor alle bloemen, bedankt voor alle kaarten. Als ik je nog niet persoonlijk heb bedankt. Het heeft me echt, en niet alleen mij, maar ook mij echt mijn hele gezin, enorm gesteund. Dus weet dat als je weer iemand hoort die wat heeft. Het helpt gewoon echt. Echt zoveel liefde en aandacht. Dus bedankt. En ik hoop tot ziens in real life met een lekker bakje koffie of een lekker biertje of een lekker wijntje. Heb het goed. Doei doei.